We zijn hier bij Barbary Castle, bij de formatie die aan het pad ligt en het pad overkruist. Hier beginnen we en zoals je ziet is hij bijna niet meer zichtbaar. Hij was heel goed zichtbaar, maar hij lag dan ook in onrijp koolzaad. En inmiddels, we zijn een week verder, 10 dagen verder, en het is helemaal weer naar het liggen gegroeid en het is volledig in bloei. We lopen er nu doorheen. En het ruikt heerlijk, dat kunnen jullie niet ruiken op de video, maar het is verrukkelijk. Hier zie je de planten, voor een deel gebroken, voor een deel prachtig gebogen. Sommige planten zijn totaal niet geraakt door de energie. Dat lukt je niet met een plank, dan gaat alles plat. En je ziet ook aan de kronkels in de planten, hoe ze alweer prachtig zijn gegroeid naar het licht toe. Zoals daar zie je dat heel mooi. Dat is geen bentstem, dat is een... Ja, het is wel een bentstem, maar het is niet door de energie. Het is gewoon door fototropisme, terug naar de zon.